Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Welkom bij Smaakmakers. In Breda leven veel smaakmakende personen en initiatieven. En in dit programma gaan we met deze personen de keuken in. Al kokend, winkelend en pratend komen we te weten hoe deze personen smaak geven aan de stad. En in deze aflevering zijn bij ons te gast twee personen. En dat zijn Suzanne Euwe en Marieke van der Molen. En als vrijwilligers van de stichting Met Je Hart geven zij smaak aan de stad. Jullie zetten je in voor kwetsbare ouderen. Suzanne, kan je mij vertellen wat die stichting doet? Ja, die stichting die zet zich in voor kwetsbare ouderen hier in Breda. En wij organiseren waardevolle ontmoetingen voor deze groep mensen. En dan denk ik gelijk, Marieke, kwetsbare ouderen, want ik weet jouw roots liggen in de zorg. Wat zijn kwetsbare ouderen? Als wijkverpleegkundige ben ik druk weer in de wijk. En ontmoeten kwetsbare ouderen. Wij leveren ook zorg aan kwetsbare ouderen. En samen met een aantal disciplines in de wijk proberen wij de kwetsbare ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. En dat zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen is soms best wel moeilijk, omdat je ook eenzaamheid ziet, sociaal isolement, te klein netwerk. En samen met Je Hart proberen wij dat betekenis aan te geven. Nou, dat klinkt als prachtig werk en ik ben een beetje bevooroordeeld, want ik ben zelf ook als vrijwilliger betrokken bij jullie stichting. Dus ik weet er al wel wat van, maar de kijker thuis niet. Dus we gaan vandaag, we hopen van wel natuurlijk, maar we gaan er vandaag wat meer over leren. Maar we gaan eerst de keuken in met Robert Rovers van restaurant Binnen Breda. En het wildseizoen is al in volle gang, dus hij heeft iets in petto met eend, geloof ik. Dus ik hoop niet dat hij wegvliegt, maar wij gaan naar de keuken. Ja? Lekker. Ja. Hallo. Hallo. Hoi. Hallo. Hoi. Hi. Ik ben Robert. Suzanne. Hoi. Hoi. Marieke. Robert. Hoi. Suzanne en Marieke. Vandaag welkom. Onze gast hier in Hanos. Leuk dat jij onze gastchef bent. Van restaurant Binnen. Ja, klopt. Suzanne en Marieke zijn allebei van de stichting Met Je Hart. En zij hebben de restaurantcampagne straks weer Eet Met Je Hart. En daar doen jullie dit jaar ook aan mee, klopt. Begreep ik. Dus hartstikke leuk. We gaan koken. Ja. Maar kan je eerst wat vertellen over restaurant Binnen Breda? Ja. Nou, restaurant Binnen Breda, dat is een restaurant wat aan de haven ligt in Breda. Dit is kenmerkend omdat het een heel oud pand is. De vishal die staat er ook voor, dat herkennen de meeste mensen wel. Ja. Maar wij zijn een Frans bedrijf, Franse keuken. Dus we werken vooral vanuit de klassieke manier met moderne tint. En daar kom ik ook aan te pas. En hoe lang werk je daar al? Sinds augustus, dus nog maar kort. Nog redelijk kort. Ja, klopt. Vol energie, ja. Dat is mooi. Ja. En wij zijn natuurlijk allemaal heel erg benieuwd wat we gaan maken. Ja, we gaan een Thaise eendensoep maken. Dat is het is op basis van een tomkakai, die kennen de meeste mensen allicht wel. En omdat het wildseizoen ook is, heb ik ervoor gekozen om daar een eend aan toe te voegen. En die heb ik geconfijt en die gaan we straks plukken en dan een lekkere Thaise eendensoep. Klinkt lekker. Ja. Daar hebben wij denk ik wel trek in. Maar het moet nog gemaakt worden. We hebben natuurlijk al ingrediënten nog voor nodig. Dus jij kent de weg hier van Hanos ISPC. Dus ga ons voor, zou ik zeggen. Ja, dat doen. Ja? Zeker weten. Oké. Okay. Goedemorgen. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik zou graag eendenborst willen. Prim een eendensoep. Eendensoep, dat komt mooi uit. Ik heb hier toevallig... een filetje liggen, Hollandse eend. Oké. Ziet er goed uit. Ja is, zeker. Het is heel mooi eendenfiletje, zeer smaakvol. En dan kom ik uit Nederland. Dus. Oké, super. En, dan zou ik graag twee borstjes willen van u. Dat komt dan mooi uit. Er zitten er twee in, dus je kunt er zo meenemen. En dan gaan we die confijten. Ja, deze gaan we confijten. Dat kan ook heel goed met het product. Dan plukken en dan in de soep. Klinkt goed, hè? Ja, heerlijk. Dan nemen we deze mee. Dankjewel, Peter. Mee. Dankjewel. We gaan de rest van de spullen halen. We gaan naar de specerijen. Ja. Ja. Oké.
Nou, succes verder. Dank u. Robert, dan zijn we bij de Thaise specerijen. Ja, klopt. Ik gebruik veel specerijen ook in de keuken. En voor mijn Thaise soep heb ik gember en citroenkras nodig. Dus neem ik een grote stuk gember mee. Ziet er goed uit. Stevig ook. Dus deze nemen we mee. Ja. En we nemen citroengras mee. Dus een, ja, echt een must-have in een Thaise soep. Dus deze nemen we ook mee. Zijn heel erg nieuwsgierig, maar jij mag alvast een beetje aan de voorbereidingen beginnen. Want ik neem de dames nog even mee naar de wijnafdeling. Ja. Dan gaan we kijken of we er dit keer wel weer een lekker glaasje witte wijn bij kunnen vinden. En wij zien jou straks in de keuken. Ja, is goed. Oké. Lopen we die kant op. Hoi, hey, welkom. Zo. Stefan. Goedendag, Stefan, hoi. Dag Marieke, hallo. Leuk dat we hier zijn. Zeker. We komen een lekker glaasje wijn proeven. Passend bij een Thaise soep. Kijk. Waar een beetje kokos in zit, begrepen we. En citroengras, eend. Duidelijk. Mooi gerecht, hoog op smaak. Beetje Oriëntaalse touch eraan. Heel licht spicy inderdaad. Ja. Ik heb gekozen voor iets heel moois uit Duitsland. Hele mooie Riesling. Van Schloss Johannesberg, een van de oudste wijngoederen van Duitsland. Dit is in 1880 is het opgericht in de huidige vorm. Ze hebben een schitterende wijnkelder waar je echt de mooiste wijnschatten kunt vinden. Hoe moeten wij gaan het nou bij deze houden vandaag? Het is van het druivenras Riesling, echt de koning hè, in Duitsland, de meest voorkomende. En bij wat voor andere gerechten wordt Riesling nou ook wel altijd zuurkoolachtige gerechten. Zuurkool en fazant is heel klassiek met Riesling. Ja. Dat is meestal Elzasse Riesling. Die zijn over het algemeen toch wat molliger van structuur. En deze, de Duitsers zijn vaak wat strakker, de Duitse wijnen dan. Iets hoger in het zuur. Dat is dit een Riesling Feinherb. Als ze mengen wel smaak. Zuur. Ja. Maar zuren in wijn is heel belangrijk. Wijn zonder zuur, dat gaat heel vaak log en lomp smaken. Dat vergeten we wel eens. Maar het is een Feinherb. Dus die heeft... Ja, die is net van dat hele droge af, zodat je dat hele strakke in je mond, dat het net wat milder allemaal wordt. Ach, bijzonder dat jij met een Franse man Duitse wijn gaat zitten drinken. Zo is dat. Alles is. Zo is dat. Het zal vaak Franse wijn zijn. Ja, zeker. Ik vraag me af, bij wild drink je dan juist niet vaak ook rood? Bij wild wel, ja. Maar precies omdat je zegt, ja, dit is eend is natuurlijk wat milder. Zoals je zei, er zitten wat Oriëntaalse toetsen zitten erbij. Als het echt het zware geschud wordt, het zware wild, dan is rood zeker, zeker gepast. Ja, oké. Ik ben benieuwd. Ja. Alsjeblieft. Ga je gang. Proost, dames. Proost met je hart. Proost met je hart. Ja, ja. En? Ja, lekker. Wat denk je? Ja, zacht. Ja. Ja. Mooi. Goed, we nemen de fles mee. Ja, heel graag. We gaan naar de keuken. Ja. We gaan de handen uit de mouw steken. Ja, zo. We gaan de schort aandoen en koken. Kijk, mee proeven straks. Ja. Ja. Oké, okay, nou neem je die mee. Top. Die is voor jullie. Super. Alsjeblieft en smakelijk. Bedankt weer. Tot straks. Dag. Hallo Robert. Hallo. Hoi. We hebben een flesje witte wijn meegekregen. Oké. Okay. Lekker. Uit Duitsland, dus ik ben benieuwd. Een beetje Aziatische gerecht. Ja, zal ik even koud zetten? Ja, is goed. Ja. Nou, goed. Nou, dan laat ik jullie direct om de handen uit de mouw te steken. Ja. En ik kom straks even ruiken en proeven, denk ik. Ja, dat is helemaal goed. Dankjewel. Dank je. Nou, er moeten nog een aantal klusjes gebeuren voor de soep. De bosui moet nog gesneden worden. De eend, die is geconfijt, die mag nog geplukt worden. En de kwartelijtjes die in de soep gaan, die mogen nog gepocheerd worden. Dus ik stel voor dat... jij de bosui kan snijden. Dan doe ik de eend. Ja, super. Okay, en dan zal ik de kwartelijtjes doen. Ja. Nou. En koken jullie zelf ook thuis vaak een beetje Aziatisch of een beetje Oosters? Zeker. Ik ben wel dol sowieso op Thailand. Ik ben er onlangs nog geweest met het gezin. Ja. En het is gewoon een hele mooi gevarieerde keuken, hè? Ja, dat klopt. Het is... Het is inderdaad een keuken wat veel specerijen en zo. Het is een hele kruidige keuken. Yeah. Het is niet zomaar een stampotje of even een biefstukje bakken. Het is
die mensen die staan ook dagen in de keuken om dit soort gerechten te maken. En het is heel veel snijwerk zoals je zelf al ziet. Het is veel geduld, maar vooral wat je echt proeft, en dat vind ik ook mooi in die keuken, is dat er veel liefde ook in die gerechten zit. En dat er gewoon echt aandacht aan besteed wordt. Want zoals hier in Nederland zie je al gauw dat mensen thuis komen snel eten maken en dan weer door moeten. Maar in Azië is het echt, daar zijn mensen gewoon heel de dag mee bezig om goede, lekkere gerechten te maken. Het lekkerste is vaak ook dat je natuurlijk dag ervoor maakt, zodat alle smaken mooi klopt. Uit komen. Klopt. Ja. Ja, het is wel echt een cultuur eigenlijk, hè? Ja, absoluut, absoluut. En ook alleen echt de verse producten en mooie smaken die ze daar gebruiken. Dat is heel leuk aan de Aziatische keuken. En het is ook happening, hè, hier in Nederland. Het is echt een hele trend aan het worden om met Aziatische producten te werken. Met Oost-Stint. Ja. Zijn het stukjes snijden van blokjes? Doe maar kleine stukjes, dan En hoeveel bossenuitjes? Doe nog twee opsnijden en dan is twee, het goed. Twee? Ja. Okay. Ja. En die bossenui, wat voor smaak geeft die nou precies aan het gerecht dan? Een beetje een scherpe smaak inderdaad. Die ook weer een beetje pit geeft aan het gerecht. En dat is eigenlijk met alle kruiden en specerijen die ook in de soep gaan. Net zoals citroengras die we gehaald hebben, de gember die we gehaald hebben, de limoenbladeren die we gehaald hebben. Die geven echt de pit aan het gerecht en echt die boost dat het gewoon een stevig soepje is. Nou, en de seré die we dan gebruiken, de meeste mensen die kennen het ook als citroengras of seré. Dat is een grasachtig kruid, dat groeit ook echt als een struik in de wildernis. En, nee, dat is de citroengras. Oh ja, oké. Ja. En dat is ook wel echt een hoofdingrediënt van... van de Aziatische keuken. Doe je dat in zijn geheel in de pan? Je kan het kneuzen, dat je gewoon met de achterkant van het mes op de citroengras slaat. Ja. Of je snijdt het in stukken en dan door de helft dat die nerven die daar aan de binnenkant zitten. En dan komt de smaak vrij. Ja, inderdaad. Okay. En dan dat laat je gewoon in de soep trekken. En dan komt er een hele lekkere smaak vanaf. En ook, het is ook heel aromatisch, de citroengras en de limoenblad. Dat geeft heel veel geur ook af. Dat vind ik zelf ook altijd wel erg lekker. En waarmee heb je de eentje geconfect? Ook een beetje met een Aziatische olie. Dus gewoon een olie met rode peper, knoflook, limoenblad, ook weer citroengras, gember. Dat heb ik gevacumeerd. Dan een nacht laten rusten, zodat die smaken echt in de eend kunnen trekken. En dat daarna geconfijt op een lage temperatuur. Dat het wel gaart, maar dat het niet echt helemaal uitdroogt en te snel gaat. En dan krijg je dus zo die eend, de geconfijte eend. Nou, ben benieuwd. Ja. Het ziet er heerlijk uit. Nou, de kwartelijtjes doe ik heel voorzichtig in het water pocheren. Zoals je ziet met normale eieren doen meeste mensen een kolk maken en dan het ei erin gooien. Alleen als je dat met een kwartelijtje zou doen, dan zou het helemaal uit elkaar vallen. En zoals je ziet, als je het op deze rustige manier doet, dan zie je dat de eitjes nog mooi heel blijven. Dan kan je er ook... Ja, daar heb je dan meestal controle over. Dan heb je het ook zelf in de hand als je het zo met een zeefje doet. Zit daar azijn in? Of, Nee, het is gewoon water met zout. En dan als ze klaar zijn, dan leg je ze weer terug in het koude water. En dan heb je een gepocheerd kwartelijtje. Nou, Azië komt naar je toe, hè? Je ruikt het gewoon helemaal in de soep. Ja. Dat ziet er, kan jij het verder alleen af? Ja hoor, dat komt helemaal goed. Ga je daar dus mee uitnodigen aan tafel? Gaan jullie mee voor, want ik start nog even een filmpje. Ja, zie je zo. Stichting Met Je Hart bestaat pas 3 jaar. Wat in Utrecht startte met een pilot om middels een restaurantcampagne geld op te halen voor kwetsbare ouderen, is anno 2016 een stichting met actieve lokale vrijwilligersteams in 16 gemeenten. En niemand had 3 jaar geleden kunnen vermoeden dat de oproep tot verbinding van Bas van Geel, de initiator van deze stichting, een zo groot gedragen succes zou worden. Ook in Breda. Maar haar bevlogenheid spreekt wel aan. Dat sprak mij persoonlijk ook aan in 2015. En ik denk u ook, na het zien van deze beelden. Ik ben altijd alleen. Ik heb geen sterveling meer in deze wereld. Dus ja, kerst of welke dag dan ook. Dat maakt helemaal niks uit. Alle dagen zijn precies hetzelfde.
met je hart. En die stichting ben ik gestart nadat ik als fotograaf een documentaire maakte over de eenzaamheid van het ouder worden. Ik heb toen gedurende 3 maanden een vrouw gevolgd, Greet. Die ja, echt in eenzaamheid door het leven ging helaas. Ze is een tijdje geleden overleden. De tweede foto die is voor mij heel tekenend voor haar eenzaamheid. Alleen aan een tafeltje en ja, de mensen achter haar die op naar een andere kant kijken, die toch bezig zijn met hun eigen leven en zich niet bewust zijn van nou ja, het leven wat Greet leidde. Je leest erover, je hoort er veel over, maar voor mij was het door mijn ontmoeting met Greet dat het echt heel hard binnenkwam. En ja, zoveel andere ouderen in Nederland voor wie hetzelfde geldt. En ik was geraakt, werd me bewust en wilde hier iets mee doen. Deze groep mensen heeft ons zo nodig. Ze vragen er niet om en toch gebeurt het. Zij zijn de groep mensen die wij misschien wel onbewust vergeten, maar die het zo verdienen om mee te kunnen blijven doen met de maatschappij. Hoe kon ik nu andere mensen ook bewust maken en inspireren om in beweging te komen? Geïnspireerd door Greet wist ik welke verbinding ik wilde leggen met eenzaamheid. Ik ben toen de samenwerking aangegaan met restaurants. Ik ben begonnen in Utrecht. En dat betekent dat nou een hele hoop restaurants die zich verbinden aan de Stichting Met Je Hart, daarmee geld ophalen. En met dat geld maken wij in de gemeente zelf waardevolle ontmoetingen mogelijk voor ouderen die door ja, persoonlijke omstandigheden moeilijk van huis komen. En wat we doen is, we zorgen ervoor dat mensen die bij elkaar in de wijk wonen ook bij elkaar aan tafel worden gezet. Mensen die horen er gewoon bij. Nou dames, daar zitten we. Beetje knus, hè? Aan de staattafel, zo hier. We zagen zojuist wat beelden waarin Babs van Geel, de voorzitter van de stichting, eindigde met, ja, ik vind het een heel mooie uitspraak. We zijn elkaars medicijn tegen eenzaamheid en laten we er alsjeblieft kwistig, overvloedig mee omgaan. Marieke, voelt dat voor jou ook zo? Ja, zeker. Ik denk, ik vind Met Je Hart een mooie stichting ook, omdat je eigenlijk de maatschappij ook laat kennismaken met de eenzaamheid. Dus mensen die in de restaurants ook komen eten en daarin bijdragen, die verdiepen zich ook in eenzaamheid. En zo maken we het onderwerp bespreekbaar en kunnen we met elkaar, werken aan de problematiek en zo ouderen met elkaar verbinden. Maar ook de mensen in de wijk. Ja. En hebben jullie dat, want Met Je Hart is nu een jaar actief, hè, Suzanne, in Breda. Ja. Hebben jullie dat heel erg gemerkt, die beweging of die verbinding in het afgelopen jaar? Ja, die hebben we sowieso heel erg gemerkt. Allereerst dat we het tweede jaar met de restaurantcampagne bezig zijn. Dat mensen enthousiast zijn. Restaurants die zich uit zichzelf aanmelden. Maar ook onder de ouderen zelf. Dat is echt een beweging op gang tussen de maatschappij, tussen de ouderen zelf en mensen die zich vrijwillig aanmelden. Ja, dat is echt mooi dat dat al in een jaar zo bereikt kan worden. Ja. Want nou, je zegt het al, de restaurantcampagne. Want jullie organiseren waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Dat doen jullie zo 2 à 3 keer per maand, begreep ik. Maar ja, dat kost natuurlijk geld. Ik bedoel, er is in deze maatschappij veel te regelen. Daar weet jij alles van en ik ook. Maar dit kost gewoon geld. En dat geld dat wordt 1 keer per jaar dus middels die restaurantcampagne opgehaald. Kan je dat uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Ja, 1 november starten we met de restaurantcampagne. Daar zijn we nu druk... Daar zijn we nu druk mee bezig. 1 november zijn we gestart. Ja. 1 november zijn we gestart met de restaurantcampagnes, maar liefst 30 restaurants hebben zich weer aan ons willen weten te verbinden. Wat natuurlijk heel mooi is. Wat vragen we aan hun? Per tafel wordt er 1 euro gevraagd voor onze stichting. En dat doen de restauranthouders en hun personeel. Wauw, 30, ja, meer dan 30 restaurants die zich inzetten. En dat doen ze middels deze... Ja, komt een tafelkaartje op tafel. We hebben 2 ambassadeurs, Peter van der Vorst en de burgemeester, Paul Dupla. Ja. En die informatie staat op de tafels. Dus mensen zien
in een restaurant meteen welke restaurants zich aan ons hebben verbonden. Oké, okay, nou dat gaat dus sowieso ook alweer over verbinding gesproken. Gaat dat ook los van dat er natuurlijk veel euro's opgehaald worden, zodat je ook in 2017 weer veel voor de ouderen kan doen. Ook heel veel zichtbaarheid geven. En dat is weer zichtbaarheid, bewustwording van het probleem. Ja. Want het is een probleem. Klopt. Dat zie jij. Jij ziet in de wijk dat het langer thuis wonen, zoals je in de introductie ook al zei, het langer thuis moeten wonen bij heel veel ouderen eenzaamheidsgevoelens geeft. Ja, klopt. En ook, dan heb ik het ook over ouderen met een klein netwerk. Dus er zijn ook ouderen zonder kinderen of ze wonen wat geïsoleerder. Soms zie je ook ouderen die wel in eenzelfde galerij wonen, maar eigenlijk elkaar niet goed kennen. Nee. En dan door... Ongelooflijk is ja, dat is heel bijzonder. Dat is wat we dus afgelopen jaar heel erg hebben gezien. Ja. Dat we die mensen dus in dezelfde straat of in dezelfde galerij, met wij zorgen ervan en jullie laten ons dat weten. Oké, okay, wie zijn die mensen? We organiseren een mooie waardevolle ontmoeting. Die mensen komen samen bij elkaar aan tafel of bij een andere waardevolle ontmoeting. En zo hopen we dat die verbinding dus ook ontstaat als wij er niet zijn. En dat die mensen elkaar weten te vinden. Ja. En dat is heel mooi. Dat ze een keer mee zijn geweest. Ja. En dat ze vervolgens op woensdagmiddag koffie bij elkaar gaan maken. Ja, precies. Ja. Dus dat er ook weer de zelfredzaamheid een stukje geholpen wordt. Ja. Dat is super. Vorig jaar, in 2015, was de eerste restaurantcampagne. Dus de campagne waarin voor het eerst werd afgerekend met eenzaamheid of eenzaamheid op de kaart wordt gezet. Van die mooie termen die worden gebruikt. Toen werd er hoeveel geld ongeveer opgehaald? Bijna 10.000 euro. Oh ja, dat is een mooi bedrag. En dat werd uitgereikt door Paul Depla. Paul Depla, ja. Een van de ambassadeurs. Ja. En die zei ook in zijn speech, zag ik in beelden, dat het natuurlijk wel weer super belangrijk gaat zijn dat dat geld ook bij de juiste mensen terecht gaat komen. Hoe vinden we de juiste mensen nou? Hoe vinden we de juiste mensen? Als wijkverpleegkundige werk ik in de wijk met mijn collega wijkverpleegkundige. Dus wij komen bij veel mensen en wij horen via ook geluiden die we met elkaar delen. We hebben contacten met huisartsen, met andere disciplines in de wijk, zoals bijvoorbeeld een ergotherapeut of een fysiotherapeut die bij een klant in huis iemand zelfredzaam probeert te houden. Ja. Die denkt, nou ja... Hier is een klein netwerk. Ik zie hier toch wel eenzaamheid of bijvoorbeeld financiële problematiek kan ook, hè? Ja, ja, ja. En op die manier kan met je hart gewoon heel goed ingezet worden. En dan kijken we ook zeg maar naar wie wonen waar en dan proberen we dat een beetje te groeperen, te clusteren, zodat ze elkaar ook kunnen vinden. Hè? En op die manier probeer je met je hart eigenlijk een beetje, zeg je dat, uit te waaieren, dat het ook... op zichzelf, dat er op zichzelf activiteiten kunnen ontstaan, zoals koffie drinken of... Ja, dat uitwaaieren, want ik begreep dat jullie zijn nu actief in Breda in 5 wijken ongeveer. Toch wel klopt. Een beetje Eipelaar, Zandbergen, Zuid. Ja. Zuid. Ja. Boeijmeer, een stukje centrum. Ja. Maar er komen denk ik ook vast wel uit andere gedeeltes van Breda... Geluiden van zeker. Goh, zeker. Is het de ambitie om daar naartoe uit te waaien? Ja, heel graag. Ja, ik zie het wel heel graag. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar we zitten met z'n zessen in het kernteam. Dus wat we allemaal geheel vrijwillig doen. En iedereen heeft een baan. Dus we willen het heel... Is 100% vrijwillig. 100% wat we hier doen. Ja. Recht vanuit het hart. Ja, ja. En, met heel veel hart. Ja. Dus de ambitie is heel groot, maar daarvoor hebben we wel mensen nodig, zeker vanuit de wijk, die vinger aan de pols hebben bij die ouderen. Ja, die dus weten, ik bedoel, waar die ouderen zitten. In het kernteam zitten vast wat commerciële, handigere dames die aan de ene kant wel aan de activering, dus mensen in verbinding, bewegen, bedrijven, weet je wel, aan die kant zitten. Maar we moeten wel weten waar, als we dat geld binnenhalen, dat we het ook echt bij de juiste mensen terecht hebben. En waar zitten de kwetsbare ouderen? Hè? Daar moet je ook nog naar op zoek. Want soms is die zichtbaarheid ook moeilijk. Hè? Nee, het zit ook een beetje schaamte. Ja, een taboe zit daar ook wel op. Hè? Ja. En ze zijn ook een soort van onzichtbaar, omdat ze niet in een bejaardenhuis wonen. Of ze wonen allemaal nog achter hun eigen voordeur. Ja. Dus ze zijn echt onzichtbaar. Mooi initiatief. Ja. Super.
Ja. Jullie leggen, want ik begreep heel mooi, ik vind het mooi, maar in ieder geval het nieuwe logo is inderdaad gewoon drie harten die elkaar verbinden. En de verbinding wordt ook gelegd binnen de maatschappij. Burgers, bedrijven, iedereen zet je in voor deze kwetsbare groep. Kan je bijvoorbeeld een voorbeeld geven van wat Eet Met Je Hart dan doet? Een initiatief of, want die zegt 2 à 3 keer per maand nemen we mensen onder de arm mee. Nee. Ja? En ja. Wat bijvoorbeeld met 30 man, met 6 man, met hoe? Laatst hadden we een heel leuk, waardevolle ontmoeting bij Baluka in Breda met een koor. Een koor die trapte daar heel vrijwillig op. En dan dat in combinatie met een lunch, want Baluka is ook één van de restaurants die aan zich ons weten verbinden. Ja. Dus dat was een fantastische middag. Ja, en dat zijn dan hoeveel mensen? Dat waren 30 mensen. O, ja, dat is... Hij zijn ook een keer geweest varen, ook met 20 mensen. En die man die zei ook, ik vind het zo'n mooie stichting. Jullie mogen allemaal voor een kinderprijs mee. We hebben ook een hele bijzondere middag gehad. Maar het zijn ook soms hele kleine ontmoetingen, wat ook heel fijn is en heel belangrijk. Ja. Want daar leer je de mensen echt kennen en komt hoor er je. Gesprek? Komt ja. er echt een Absoluut. Gesprek? Absoluut, ja. 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 Ik zie al wat aankomen, maar ja. Ik heb toch nog wel een heel klein vraagje. Maar daar komen we straks van. Eerst eventjes de aandacht voor Robert. Jeetje. Zo. Ja. Oh, heerlijk, dank je. Ziet er goed uit. Oh, dat ruikt lekker. Ja, dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel, Robert. Thuis kippensoep. Met eend. Met eend. Ja. Dank je. Ja, sorry. Thijs Enesoep inderdaad. Het ziet er heel, heel mooi uit en volgens mij is het ook super gezond. Ja, op de klopt. kokos, naam misschien. Ja. Ruikt zalig. Ruikt zalig. Dank je wel. Ja. Alsjeblieft. Ja. En nog heel veel succes de komende 4 dankjewel. Weken. Ook om wat euro's voor deze mooie stichting binnen te halen. En misschien tot de volgende keer. Ja, ik hoop het. Dank je wel. Dank je wel. Dus ja, dat is eigenlijk wel de oproep natuurlijk, dat iedereen zoveel mogelijk in allerlei restaurants gaat. We zijn al het is 1 november gestart, dus we zijn al 2 weken aan de gang. Ja, we hebben nog 4 weken de tijd om te gaan eten in allerlei recordbedrag, restaurants. Hè? En noem maar eens een paar, welke doen allemaal mee? Gewoon zo 5 of 6? Ome Jan. Publieke werken. Baluka, Zeenzicht. Binnen. Restaurant Binnen uiteraard. Bardot. Nou ja, 33 ruim. Ongelooflijk. Ja, dus, ja. En daarnaast begreep ik ook dat er wat kleine horecazaken zich ook hebben verbonden. Maar ja, en allerlei een eigen actie inderdaad. Een bakker die dat gebeurt. Ja. Dus een bakker die staat op die zegt, nou ik heb een heel goed taartje. Ik ga jullie meehelpen. Ik zet een euro op het taartje. Ja. En het gaat volledig te goede naar jullie stichting. Dus, nou, dat mooi. Is het. Geld binnenhalen, daar wens ik jullie heel veel succes mee. En ja, dankjewel. Dat we in 2017 dat weer op een hele goede manier besteden. Mooie zeker, maar zeker. Organiseren. Ja. Gaan we eten? Ja, nou, dankjewel. Smakelijk. Gaan we even een beetje proeven. Hoe het ook echt smaakt. Oh, heerlijk. Lekker pittig. Mm. Ja. Dit was Smaakmakers en volgende Proost. Week dinsdag zijn we er weer. Zeker. Zeker. Met een nieuwe smaakmakende gast. Proost. Dankjewel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda.